Aflevering 1, David de Kabouter. De wereld waarin wij leven is vol van mooie dingen, zoals wonderen van de natuur, maar ook geheimen van de natuur. Het best bewaarde geheim van de natuur tot nu toe is het geheim van ons bestaan, het leven van de kabouters. Hoewel wij niet vaak mensen tegenkomen, delen wij kabouters de aarde met jullie. De waarheid is dat we het meeste wat jullie doen niet kunnen begrijpen. Wil je wat voorbeelden? Jullie hebben altijd haast. Jullie maken machines die jullie overal naartoe kunnen brengen, maar die de meeste tijd stilstaan. Jullie verbieden, verbieden en verbieden maar. Jullie maken alsmaar rommel om de natuur te versieren, terwijl die van zichzelf al heel mooi is. Jullie houden van roken. Een hele hoop rook. Rook! En jullie willen dicht bij elkaar wonen. Heel dicht bij elkaar. Wat is er toch aan de hand? Zijn jullie ergens bang voor? Maar boven alles, jullie houden van vernielen. Waarom? Waarom? Lang geleden, zo beginnen sprookjes. Nou, het spijt me. Vandaag kunnen we zo niet beginnen, omdat dit geen sprookje is. Het is niets meer of minder dan het verhaal over het leven van kabouters. Van de stille, schrandere uil tot de wakkere en speelse eekhoorns. Alle dieren weten alles over het leven van de kabouters. En dat komt omdat ze samen met kabouters leven en ze elke dag zien. Er zijn sommige mensen die twijfelen aan het bestaan van kabouters. Heel dwaas. Als je in een bos niet heel goed oplet, krijg je ook nooit een hert te zien. Maar ze zijn er wel. Hetzelfde geldt voor kabouters. Misschien zie je ons niet, maar we zijn er hoor. Dat kan ik je verzekeren.
water lekker, schat? Precies de goede temperatuur, dankjewel. We hebben bezoek. Ik ontvang ze hier in bad. Kom binnen, kom binnen. Doe alsof je thuis bent. Hallo, vrienden. Ik ben David, de zoon van Tijmen Uppsala. Welkom in ons huis. Het is ook jullie huis, want jullie zijn vast heel goede vrienden van kabouters. Anders zouden jullie hier niet zijn. Wij kabouters weten alles van mensen. Als we in jullie hart kijken, zien we met bezorgdheid dat jullie jaloers op ons zijn. Waarom is het omdat we in deze geriefelijke, veilige en vredige huizen onder de bomen wonen? Of omdat we geen moeilijkheden maken over geld en niet weten wat oorlogen zijn? Kom op, slaapkoppen. Wakker worden. Oh. Jullie slapen ook altijd. Ik zal jullie zo te eten geven. Zoals ik al zei, komt het omdat we de talen van alle dieren kunnen verstaan. Dat we bijna alle geheimen kennen van deze geweldige planeet Moeder Aarde. Misschien komt het omdat we geen auto's hebben, geen telefoons en dat we tegen alle vormen van geweld zijn. Nee, ik geloof niet dat dat de reden is. Ik denk dat deze afgunst er is omdat mensen deze mooie wereld veranderen in een rampterrein. En dat doen wij niet. Maar wanhoop niet, jullie hebben nog tijd. Wij kabouters zullen jullie helpen. En met onze hulp kunnen jullie een totale ramp voorkomen. Hier is je handdoek, David. Dank je. We zullen jullie leren alles om je heen te eerbiedigen en lief te hebben. Om te beginnen is het beste dat jullie weten wat kabouters eigenlijk zijn. Eerst praten we over de verschillende soorten die bestaan. Laten we beginnen met de meest voorkomende soort die in de meeste delen van de wereld woont. De boskabouter. Dat is de soort waar ik ook bij hoor. En dan hebben we hier de duinkabouter. Dit is de soort die in tuinen leeft. Stelletje overtreders. Deze komt van een boerderij. Oh, wat onaangenaam. Deze levendige knaap is een huiskabouter. Hallo, vaarwel. En tot slot de Siberische kabouter. Hij is de grootste van allemaal en is wel 19 centimeter groot. Een beetje nors en moeilijk om mee om te gaan. Heb ik gelogen? Dat kan je niet veranderen. Ze hebben altijd hetzelfde humeur. Ik denk dat jullie nog meer over ons willen weten, ja? Oeps, een belangrijk kenmerk is het gewicht. Een volwassen kabouter kan wel 3 ons wegen. En wij wegen meestal zo ongeveer tussen de 2 en de 3 ons. Wij kabouters, ik heb het natuurlijk over volwassenen, zijn 15 centimeter groot, zonder onze onafscheidelijke hoed. Later zal ik jullie nog veel meer dingen over ons leven vertellen, maar maak eerst eens kennis met mijn familie. Hier, kijk, deze onvermoeibare en mooie huisvrouw, die al 399 jaar zo uitziet. Laat los, kom hoor, laat los. Ah, dat is mijn vrouw. Lisa. Het is niet omdat ik het zeg, maar we zijn een goed paar, nietwaar? Dit is Lisa, toen was ze nog jong. Toen ze nog maar 120 was. Met onze kinderen Lily en Harold. Nu zijn dat overgrootouders. Na 12 lange maanden van zwangerschap worden onze kinderen geboren. Het zijn altijd tweelingen. Het kunnen 2 jongens, 2 meisjes of 1 jongen en 1 meisje zijn. Maar meer kinderen komen er nooit. Huh? Dit is Swift, onze vriend de vos. Hij is ons volkomen trouw en brengt Lisa en mij naar alle delen van de wereld. En ik vang ze vlooien als ze hem plagen. Als wij ons met jullie vergelijken, dan zijn we 7 keer zo sterk. Op 399-jarige leeftijd ben ik zo fit als een hoentje. Dat was een heerlijk bad. Dank je, schat. Zo geven we blijk van onze liefde. Ik ben vergeten om de muizenmand schoon te maken. Dit is onze waakkrekel. Zijn naam is Krikri. We eten straks veldleverik eieren. Oh, dat is zo lekker. Nou moet je niet denken dat we die stelen. Ze kunnen niet alle eieren uitbroeden en ze geven die eieren die over zijn aan ons.
paddenstoelen, soep, graan, yoghurt, honing. Hier in dit woud waar we meestal leven, hebben we nergens gebrek aan. Ik zeg meestal, omdat we ook een huis aan zee hebben en één in de bergen. Daarnaast reizen we ook veel, Lisa en ik, want ik ben een dokter. Lieve hemel zeg, ik ben helemaal vergeten te vertellen dat mijn beroep dokter is. En dat ik geroepen word vanuit de verste en meest afgelegen hoeken van de wereld, omdat men gelooft dat ik magische krachten heb. Onze kabouterkoningen roepen me door middel van gedachtenoverbrenging. En ik ga waar ik nodig ben. Verleden week was ik in Denemarken toen een paar verre familieleden me nodig hadden. Ik ben gegaan in het midden van een donkere, stormachtige en onaangename nacht. Oeh. Een geit had verschrikkelijk veel pijn. Tijdens het eten van gras was er een stuk draad terechtgekomen in zijn maag. De arme boer had geen geld voor een dierenarts en het was zijn enige geit. Hier zijn we, Swift. Hallo, vrienden. Goedenavond, David. Je bent precies op tijd, maar vlug nu. Het is in de stal. Kom mee. De arme boer wachtte bij de deur om ons binnen te laten. Kom op, laten we geen tijd verspillen. Ik onderzocht het dier snel en besefte dat het in een heel slechte toestand verkeerde. Ik besloot het te hypnotiseren. Maar ik vond het erg moeilijk, want hij had veel pijn. Toen riep ik mijn vrienden en gaf ze aanwijzingen. Als jij ziet dat hij wakker wordt, zeg het dan. Mm-hmm. En jij moet de lamp voor me ophouden. Ik deed mijn kleren uit. Dat werkt makkelijker. Zonder tijd te verliezen begon ik aan het karwei. Het dier was heel erg ziek. Als de draad er niet snel uitkwam, zou het niet lang meer leven. Ik mocht geen fouten maken. Ik moest een opening maken op precies de plaats waar de draad vast zat, zodat er geen fatale bloeding zou ontstaan. Hier is het. Je zou denken dat na zoveel tijd, meer dan 300 jaar dokterspraktijk, ik niet meer nerveus kan worden. Maar als je dat denkt, kan ik je verzekeren dat je het volkomen mis hebt. Als er een leven op het spel staat, zoals in dit geval, dan heb ook ik het echt te kwaad. Ik had voor deze operatie ongeveer een half uur nodig. Uiteindelijk lukte het me om de zware gedraaide draad die de geit naar binnen had gekregen eruit te halen. Klaar! Hoera! Nu mag jij de geit wekken. Natuurlijk, met alle plezier. Gefeliciteerd, vriend David. Het was me weer eens gelukt om een kostbaar leven te redden. Dat is de grootste voldoening die een dokter kan hebben. Wakker worden, het gevaar is over. En waag het niet om nog meer van die rommel te eten. Gefeliciteerd. Dank je. Het geluk van die man was overweldigend. En ik voelde in de grond van mijn hart een enorme bevrediging. Omdat ik in staat was geweest om een beetje geluk te geven. Tot ziens, David. En bedankt. Bedankt. Tot ziens, vrienden. Tot de volgende keer. Doe de groet aan Lisa. Net toen ik afscheid wilde nemen van Denemarken, kreeg ik een andere dringende boodschap. Het was een echt heel akelige zaak. Ja, dat weet ik nog. Dat ongeluk van die arme das. Niet waar, David? Juist. Een das was op zoek geweest naar voedsel. Hij was in een puntige tak gelopen en een splinter was in zijn linkeroog achtergebleven. En die veroorzaakte een grote wond in het hoornvlies. Dus ik ging vlug op pad. Een kennis uit die plaats wees me de weg. Ik klom op de rug van mijn trouwe vriend Swift, de vos, die er vloog dan rende. We bereikten de buurt van de Dassenfamilie in een ongelooflijk korte tijd. De vrouwtjesdas en Olaf stonden op ons te wachten bij de ingang. Daar ben je dan eindelijk. Dank je, Swift. De zieke is op de bodem van de burcht. Dassenvrouwtje wijst de weg.
Het arme dier had zoveel pijn dat hij zich verborgen had in het diepste en donkerste gedeelte van de burcht. Voor het geval dat je het niet wist, dassen bouwen in hun burchten heel veel gangen en portalen waardoor echte doolhoven ontstaan. Daar is hij! Kijk hoe erg het arme dier lijdt. Ach. Al in één oogopslag zag ik dat hij er erg aan toe was. Een tweede, meer nauwkeurig onderzoek van het oog bracht aan het licht dat de splinter er heel diep in zat. Ik moest opereren. Ik stelde aan de das voor om hem te verdoven door acupunctuur en hij vond dat goed. Hé, hey, zag je dat? Acupunctuur is een wetenschap die we sinds 4 eeuwen hebben en we gebruiken het vaak. Ik stak de naalden op de juiste plaatsen en beetje bij beetje viel mijn patiënt in slaap. Het was een heel moeilijke operatie. Voorzichtig. Het gevaar bestond dat het oog nog verder beschadigd werd als ik de splinter eruit haalde. Gelukkig gebeurde dat niet en ging alles goed. Bravo! Hoera! Bravo! Stil. Direct daarna begon ik de wond te hechten. Ik kan niet zeggen dat ik veel hulp had van mijn vrienden. Toen ik klaar was, deed ik wat lavendelolie op het oog en haalde de acupunctuurnaalden weg. Ik deed verband op het oog om het zo gesloten te houden ter voorkoming van infectie. Bravo, David, je bent een goede dokter. Dank je. Het was een heel moeilijke operatie, maar het oog is gered. Ik zei tegen de vrouwtjesdas dat haar man de eerste dagen niet naar buiten mocht en dat ze zijn eten en drinken in de burcht moest brengen. David, ik zou je graag een cadeau willen geven. Wel nee, geen beter geschenk dan jullie vriendschap. Tot ziens, David, tot ziens, zilverzacht. En vergeet niet de groeten aan Lisa te doen. Doe ik, tot ziens, vrienden, tot ziens. Ik maak mijn lange reizen op verschillende manieren en altijd word ik geholpen door mijn fantastische vrienden, de dieren. Bijvoorbeeld door de mooie en snelle fazanten. Of door mijn riviervrienden, de snelle, speelse en altijd gelukkige otters. Door de hazen. Door de sterke en onvermoeibare ganzen. En de knappe wolven. Deze dieren hebben jammer genoeg zo'n slechte naam. Niet alle reizen zijn zo gemakkelijk, omdat er een paar schavuiten in het bos zijn wiens enige plezier het is om anderen in moeilijkheden te brengen. Ze zijn boosaardig en dom, trollen. Ze vinden het leuk om alle dieren die in het bos leven te plagen, van de grootste tot de kleinste. Maar gelukkig zijn het de domste schepselen die er op de wereld zijn. Ik weet dat je daar bent. Wij bedriegen je niet. Stommerik. Dat zal niet ontsnappen, dwergje. De trollen zijn dom en harig. Ze hebben lange armen, korte benen en een staart. Kortom, ze zijn afgrijzelijk. De ergste zijn Pot, Pat en Poppy en hun baas Holly. De enige die een beetje kan denken. Waarom eet je het niet op? Stilte! Kop dicht, suffert! Ik zit er enkel om iets verschrikkelijks met die kabouters uit te halen. Ja, ik ben David aan deze slijpsteen en dan... In onze huizen zijn we beschermd tegen elke vijand. Voordat we naar bed gaan, leest het hoofd van de familie een stukje uit het geheime boek. En we zeggen zilverzacht. Dat wil zeggen wel te rusten. Van onze taal is dat het enige woord dat mensen mogen weten. Zilverzacht. Zilverzacht.
In de volgende aflevering maken de kwaadaardige trollen een val voor David en zijn vos Swift om hen gevangen te nemen. Tegen het brute geweld van de trollen heeft de kabouter geen wapens, behalve zijn vernuft. Zullen de trollen succes hebben met hun plan? Kijk de volgende keer weer naar David de kabouter. Gezegd, voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen. Geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein. Want het allerkleinste staat in kabouterland.